Ik ga even naar mijn kast, want ik wil iets uitproberen. Ik zie dat heel veel... Super tof dat je kijkt naar Gloneo Vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net een paar uurtjes wakker, ben ik nog even op de computer gezeten. Daarna dacht ik, weet je, ik ga lekker een bakje koffie zetten. En Gaia eten gegeven net. Dus ga ik daar even lekker van genieten. Van een bakje koffie. En zo meteen lekker even rolgordijn opengooien. Oh, wat een prachtige weer. Ik ben benieuwd wat voor weer het wordt. En dan volgende week weekend wordt het waarschijnlijk heel erg super lekker weer. Apart. Maar oké, het zal wel. Dus ik ga even lekker nu deze rolgordijn opengooien. En dan lekker van de weer genieten. En dan zien we voor de rest wel wat gaat gebeuren. Ga ik even in ieder geval even lekker editen. En lekker radio aanzetten dadelijk. Laten we dat ook even lekker doen. In ieder geval lekker bakje pleur gemaakt. Ik ben net klaar met editen. En wat ik dan meestal doe. Is lekker rolgordijnen bij me. Niet zo openzetten. Maar ik zit net naar YouTube kijken. Dus ik wacht nog even. Maar wat ik wel ga doen is even lekker. Nog een tweede bakje koffie zetten. Normaal ga ik eigenlijk een uur of 11 al richting werk, maar ik ga nu gewoon weer 12 uur. Want dan werk ik gewoon normale tijden. En ik denk dat ze dat ook wel verwachten. Maar ik ga dat in ieder geval dat doen. En dan kan ik nog lekker van het weer genieten. En dan even lekker YouTube kijken in ieder geval ook. Dus ga ik dat even doen. Het is ook een beetje bewolkt zien aankomen. Maar dat is wel jammer. Maar ja, zit niet anders op. Ja, ik kan er niks tegen doen. Al zou ik iets tegen doen, zou het wel tof zijn. Oh, dat zou echt zo leuk zijn, dan kon je zeggen. Zon. Of stop met regenen. Dat zou echt zo ziek zijn als dat kon. Eigenlijk toveren, om zo te zeggen. Er is volgens mij ook een liedje van. Kon ik maar toveren. Ik weet niet of ik weet niet van wie die is, voor mij. Nee, ik zou echt niet weten aan mijn hoofd wie die is. Maar voor mij is een liedje van. Laat het weten in de reactie. En ik ga nu lekker tweede bak koffie zetten. En dan lekker nog YouTube de muziekje luisteren en YouTube kijken. Tussendoor. Maar ik. Oh, als ik kan toveren, zo, dat is een goede vraag. Ik zou echt niet weten wat ik kan gaan toveren. Ik denk één ding. Dat er meer respect was hier in de wereld. Dat wel. Maar ja. Kan niet anders. Kan niet tegenop. Maar ik ga lekker koffie drinken. Dus laten we dat ook even lekker doen. Ik zat net Oproep Max te kijken. Daar was Rick Brink. Van minister gehandicapte zaken op tv. En ik heb een stukje geluisterd. En gekeken. Hij heeft echt top gedaan in ieder geval. En over een paar minuutjes ga ik even naar beneden. Waarom ga ik naar beneden lopen? Ik ga dan eten ophalen. Waarom ga ik dan daar eten ophalen? Omdat bovengroep geen bovengroep is. Omdat de begeleider ziek is. Nou, kan gebeuren. Maar dus ga ik dat zo meteen even bordje ophalen over een paar minuutjes. En dan ga ik lekker eten dadelijk. Even een keer wat anders dan met groep eten. Maar de begeleidmomenten gaan wel door, dat weet ik wel. Dus ik ga dan meteen deze, wat ik al zei, potje mee eten, een bordje. Dat heb ik al gepakt, ga ik naar beneden en ga ik even eten halen. Voor dadelijk. Dus ga ik dat dadelijk even doen. En dan heb ik hier een bordje met, oh, dat ziet er lekker uit. Wat is het, het lang geleden dat ik dit op heb gehad. Ik heb bijna dit nooit en letterlijk nooit op gehad. Maar ja, ik ben er niet ook echt dol, maar... Oké, okay, ze boden aan om van, wil je een bordje ophalen? Ik zei eerst, nee, je kan ook gewoon een broodje eten. Dan ga je, weet je, misschien is het groente en dan kan ik gewoon lekker groente eten. Dus dan ga ik dat nu even lekker doen. Oh, ik heb nu al even trek in. Dan ga ik tussendoor lekker YouTube kijken. Ik heb eerlijk de afwas gedaan, maar... Wacht even. Even de mouw even opstroken, want er zit nog een gieter erin. Dan ga ik even eraf halen. Zo, dat is allemaal gebeurd in ieder geval. En ik zat ineens te bedenken, ik heb natuurlijk die Google Home,
Maar ik zat te denken, ik kan die als radio gebruiken. Ik kom er ineens achter. Zou ik denken, zou ik dat doen of zou ik dat niet doen? Eén, ik heb wel radio dan. En dan kan ik gelukkig met mijn telefoon kan ik afstemmen. Ik ga denk ik dat doen. Ga ik hem even denk ik bij mijn bed neerzetten. Ik denk beter idee. Dus ga ik dat even doen. Ga ik hem bij mijn bed zetten. Ik heb net toevallig ook net even de ding aangezet. Ik ga even kijken of het gaat lukken, of die gaat redden. Zou wel tof zijn. Zo, wacht ervoor. Even wat ruimte hier maken. Zo. 1, 2. Zo. Ja, hij zit erin. En deze wil ik ook meenemen. Want vast licht aanzetten in de woonkamer. Want het is ongelooflijk donker aan het worden. Dus vandaar. En dan ga ik nu lekker radio nog verder luisteren. En blij dat ik eigenlijk die keuze toch heb gemaakt. Dat ik dit Google Home maar bij mijn bed neergezet. Dan kan ik gewoon bij mijn bed. Kan ik alsnog radio luisteren. Want ik wil gewoon lekker radio kunnen luisteren. Al bij mijn bed. Maar dan zet ik wel zachter neer. Maar ik ga hem ook even testen. Hey Google. Fijne avond. Goedenavond, wat kan ik voor je betekenen? Niks. Oh, oké. Wauw. Dus, heb ik dat even in ieder geval gedaan. Heb ik in ieder geval even wel een lekkertje bekkertje even bij mijn bed. Dat vind ik wel even lekker. Dan ga ik om 538 of andere radiozenders luisteren om... allemaal, je hebt heel verschillende apps. Je kan gewoon de apps algemeen van de radiozender downloaden of wat dan ook. Dus, maar ik zit ineens te bedenken, ik zie dat heel veel mensen podcast aan het maken. Dus ik zit te denken om ook te doen, maar dat is wel een behoorlijk bedragje. Al ga ik nu googlen, voorbeeld, voor dat apparaat. Hè? Dan kan ik even kijken, want dat wordt ongelooflijk duur. Dan wordt het wel een duur grapje eigenlijk, als je nadenkt. Ik ga even een beetje op goed zetten hoor. Maar het lijkt me wel ongelooflijk leuk om dat te maken eigenlijk, poppenkast. Want als ik echt een radio set, bijvoorbeeld, het is een beetje vergelijkbaar als radio. Al ga ik nu googlen. Het lijkt me wel echt een leuke idee. Maar dan zit ik te denken, hoe wil ik dan gast uitnodigen? Dat lijkt me ook wel leuk. Gewoon, ik dacht, weet je, het lijkt me ook wel leuk. Leuk idee. Maar of ik dat ga doen is de tweede vraag. Kijk, als ik altijd nu zit te kijken, is het best wel goedkoop bedragje. 40. Nou. Nee, dat is wel behoorlijk bedragje. Ik vind het wel. Ja, het smaakt gewoon moeilijk. Oh, bij bol.com. Nou, ik ga er even, denk ik, ga ik even koekeloeren. Maar daar hou ik jullie nog wel op de hoogte. Want of ik dat ga doen is de tweede vraag. Misschien. Wie weet, ga ik dat ooit. Ga ik te bedenken. En hoe ga ik dat doen? Misschien ook wel opnemend. En maar ook met op Spotify of zo dat ik het op ga zetten. Wat dat andere YouTubers ook doen. Ik ga wel even kijken hoe dat gaat doen. Maar ik ga even iets op verzinnen. Maar ik ga even over nadenken. Laat jullie maar weten in de reactie wat jullie ervan vinden. Ik ga even naar mijn kast. Want ik wil iets uitproberen. Ik zie dat heel veel mensen doen. Ik dacht, laten we dat ook even een keer doen. Je moet een zwart shirt hebben in ieder geval. Even kijken of ik een zwart shirt heb. Die ik bijvoorbeeld nooit meer draag. Of ik ga een keer kopen. Maar ik ben bang dat ik geen zwart shirt heb. Wat is dit? Ja! Ja! Yes! Zwart shirt! Joepie. Ik ga het gewoon proberen. Wat er toen eerst is gezegd, is nat maken. Dus dan ga ik dat ook doen. Eerst even nat maken.
kei. Hij is ook letterlijk zeiknat. Voor zekerheid knijpen. En als het goed is. En als het goed is. Moet ik nu. Mijn vork. Ik ga even statief even pakken erbij. Want dat is een beter idee. Dan moet ik draaien met mijn vork. Elastiek omheen. Is bleek erop doen, ja. En ik had toevallig bleek. Draai ik even om. En dan maak ik daarna de aangezicht ook even schoon. En als het goed is, moet het intrekken. Ik zie al een klein beetje wel wat. Wat aan het kleuren is. Heel zachtjes. En volgens mij gaat het ook wel werken. Ik ben heel benieuwd. Ik moet het even laten staan, denk ik. En dan gaan we zo meteen de resultaat zien. Ik zie al bijwerkingen, maar we gaan even kijken wat de resultaat ervan is. Kijk de resultaat, mensen. Maar wat we nu gaan doen, is uitspoelen. Want als het goed is, is hij nou klaar. Dus we halen uit de elastiek. En ik was bang dat ik elastiek niet bij me had. Maar gelukkig had ik elastiek nog. Dus we gaan even kijken wat de resultaat ervan is. Even kijken. What the fuck? What the fuck? Eerlijk. Wat vinden jullie ervan? Deze en dit. Hoe ziek is het? Maar dan gaan we even uitspoelen. Ziet er echt heel nice uit. Ik ben er blij mee. Oh mijn god. Zo. Wat ben ik hier blij mee? Wat ben ik hier blij mee? Oké, de ene kant ziet er anders uit dan de ander. Maakt niet uit. Maar ik ga even op aardig leggen en dan laat ik in jullie shinen. Ik ga hem even op de aardig leggen en dan ga ik voor jullie shinen. Dit is de achterkant. En nu ga ik de voorkant laten zien. Dit is de voorkant, maar dat is wel minder. Maar maakt niet uit. Gaat om idee natuurlijk. Maar ik vind het wel nice. En ik heb hem nu op de kachel gehangen. En ik ga hem even laten drogen namelijk. Want hij hangt daar nu op de kachel, hier zo. Maar ik ga de eer nog een keer maken. Want ik vind het zo ziek.
zo leuk om dat te doen. En misschien dat ik ooit wel eens ook weer Sander ga doen. Dat lijkt me ook een leuk idee. Om het hele team net even anders. Eén van de twee. Maar ik laat hem lekker drogen. En dan gaan we het eindresultaat helemaal goed zien. Ik ben al nu al benieuwd naar hoe dat helemaal eindresultaat goed uitziet. Ik vind trouwens deze shirt zo lijp, hè. Ik vind hem zo goed gelukt. Laat even weten in de reactie wat jullie ervan vinden. Maar zeggen jullie al vaak dat ik vaker moet doen. Laat even weten in de reactie. Misschien dat ik wel vaker ga doen. En dan ga ik dan weer een keer binnenkort shirten verkopen. Maar ik ga dus ook tijd weer om lekker te gaan slapen. Dus wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen is dat ik jullie allemaal wel bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou super tof zijn als je hier beneden abonneert natuurlijk en tof reactie beneden achterlaat. En zeg ik alvast veel kijkers een groene vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Het is bijna al 8 uur en ik zit ineens te denken. Ik ben natuurlijk gisteren naar Glenda geweest en toen had ik mijn batterij.